Welkom terug bij onze podcast over vermoeidheid bij IBD. Ik zit hier samen met zes experten. Professor Severin Vermeire is gastroenteroloog bij UZ Leuven. Professor Lucas Van Oudehoven is liaisonpsychiater. Professor Ilse Van Diest is professor in de gezondheidspsychologie en gedragstherapeuten. Elze Dijker is IBD-verpleegkundige. En dan natuurlijk ook Geert en Christophe. Zij zijn onze twee ervaringsdeskundigen. Het derde onderwerp uh, gaat over de oorzaken van vermoeidheid. Severin, ik vermoed dat er niet één oorzaak is, maar dat er verschillende oorzaken kunnen toegewezen worden aan vermoeidheid. Klopt. Er zijn vele oorzaken. En ik denk dat er nooit één oorzaak is. Natuurlijk, als arts gaan we eerst kijken of uitsluiten dat er geen ziekteactiviteit is. Want we weten, zolang er ontsteking is in je lichaam, en dan krijg je. Ontstekings-eiwitten die, geproduce die uh, geproduceerd worden. En die ontstekings-eiwitten gaan op zich ook al vermoeidheid geven. Die ontstekings-eiwitten gaan ook naar de hersenen en hebben daar ook een impact. Dus ik denk dat is, dat is wat wij als, als arts als eerste gaan, gaan bekijken. Is er belangrijke ziekteactiviteit en moeten wij, moeten wij medicatie veranderen of medicatie opstarten? Uh, het kan zijn dat er vitamine tekorten zijn. Uh, IJzertekort natuurlijk, denken we allemaal aan. Vitamine B12 tekort is ook een hele belangrijke. Uh, als er zware bloedarmoede is bijvoorbeeld. Soms is het, uh, zijn er andere hormonen, schildklierhormoon kan verstoord zijn, wordt ook bekeken uh, in, in het kader van vermoeidheid. Dus er zijn toch een aantal zaken die we eerst willen uitsluiten en die we gaan checken. Ik denk dat we ook altijd in ons achterhoofd moeten houden dat medicatie een belangrijke kan zijn. Bij sommige mensen starten wij medicatie op. Om de ziekte beter te krijgen en heeft die medicatie dan weer als nevenwerking dat ze vermoeidheid geeft. Dus dat is ook iets wat we, dat we proberen uit te sluiten. Dus er zijn een aantal zaken die we gaan nakijken in het bloed, eventueel met andere onderzoeken, die we gaan uitsluiten. En als die aanwezig zijn, die we eerst gaan oplossen natuurlijk. Wat ik hier net wel al hoor is de interactie tussen wat er in je darmen gebeurt en je hersenen. Lucas. Is het misschien wel belangrijk dat we de gut-brain-axis proberen te begrijpen? Ja, dat denk ik wel. Wat is die gut-brain-axis? De gut-brain-axis is eigenlijk een communicatiesysteem in het lichaam via allerlei verschillende wegen tussen het maag-darmstelsel en de hersenen. En zoals dat we al hebben gehoord, als we het hebben over communicatie van het maag-darmstelsel naar de hersenen toe, in het kader van inflammatoire darmziekten spreken we dan natuurlijk over ontsteking. Zoals we daarnet hebben gehoord, gaat ontsteking... In het lichaam, in het magdarmstelsel, in het bloed, ook invloed gaan hebben op de hersenen. En nu, recent onderzoek toont eigenlijk aan dat dat ook in beperkte mate eigenlijk ontstekingsprocessen in de hersenen zou kunnen gaan veroorzaken, die moeilijk te meten zijn bij individuele patiënten, maar wel in het kader van onderzoek op dit moment. En die wel eens zouden kunnen. Een verklaring zijn voor de vermoeidheidsklachten van een aantal uh, patiënten. Klinkt alleszins heel akelig. Ja, dat, dat is ook zo. Uh, je moet je dat natuurlijk niet voorstellen als heel sterke ontsteking, waar uh, die, die gevaarlijk is in de zin dat mensen er heel ziek van worden of van sterven. Maar het zou wel kunnen dat die beperkte ontstekingsprocessen toch voor vermoeidheid bijvoorbeeld zorgen. Of en dat is een ander belangrijk punt, denk ik, als we het hebben over uh, vermoeidheidsklachten bij inflammatoire darmziekten of voor klachten van angst of uh, depressieve klachten, sombere stemming, verlies van interesse, plezier. We weten dat die klachten vaker bij patiënten met inflammatoire darmziekten voorkomen dan bij. Uh, gezonde mensen. We zien in de literatuur cijfers rond de 30% bij inflammatoire darmziekten, terwijl rond de 10% in de algemene bevolking. Ze weten dat angstklachten, uh, depressieve klachten, sombere uh, stemming, verlies van plezier en interesse, dat die uh, vaak voorkomen. En het zou kunnen dat die via die gut-brain-axis worden veroorzaakt door ontstekingsprocessen in het lichaam. Maar omgekeerd weten we ook weer dat die uh, klachten gepaard gaan met bijvoorbeeld een overgevoelig stresssysteem. Uh, wat dan weer invloed kan hebben op ontsteking in het maag-darmstelsel. Dus er is eigenlijk een communicatie in beide richtingen, waarbij ontsteking mogelijk. Van alles in de hersenen kan teweeg brengen wat vermoeidheid, angst, depressieve klachten kan geven. En omgekeerd, mensen die zich angstig of depressief voelen, kunnen gevoeliger zijn aan ontstekingen of andere functieveranderingen van het maag -darmstel. Dus niet ons, alleen onze hersenen die onze organen aansturen, maar ook omgekeerd is er een soort van informatie... Uh, Absoluut, en daar is de laatste jaren meer en meer aandacht voor en dat lijkt in belangrijke mate zo te zijn. Wat ik ook nog hoor, angst, depressie, vermoeidheid, Ilse, het lijkt me allemaal een heel complex verhaal waar al die symptomen wellicht een invloed hebben op elkaar. Ja, die hebben uiteraard veel met elkaar te maken. Je uh, gedurende lange tijd intens moe voelen, dat is niet bevorderlijk voor de stemming. Uh, mensen gaan hun activiteiten reduceren, minder sociaal contact hebben. En dat zijn ook weer risicofactoren om op termijn depressief te worden. Uh, Misschien even nog ook terugkomen op het voorkomen van angst en depressie. En er is die communicatie tussen de hersenen en de darmen. Um, maar wellicht is ook een belangrijke oorzaak van angst en depressieklachten bij patiënten met IBD gewoon het feit dat ze met die ziekte kampen. En dat is een moeilijk gegeven in hun leven. Um, het is allemaal minder evident dan wanneer je in perfecte gezondheid zou zijn. En dat kan ook eenvoudig eenvoudigweg een reactie daarop zijn. Dus het is eigenlijk inderdaad complex. Een beetje kip-en-ei-verhaal, heb ik ook het gevoel. Uh, Geert en Christophe, ik heb hier al van alles gehoord als oorzaak. Hormonen, eiwitten, noem maar op. Is er bij jullie heel concreet een oorzaak gevonden voor die vermoeidheid? Nee, maar voor mij persoonlijk is het dan met de jaren ook, zoals de professor net kon aanhalen, het, het evenwicht gaan zoeken. Hè? En als je je uh, niet goed in je vel voelt, en je het psychisch niet mee, wat voor mij persoonlijk soms een, een hele dunne koort of een hele dunne lijn is waar ik over loop... Uh, dan voelt je toch wel dat het een aan het andere gekoppeld is. En wanneer dat de darmen het op een bepaald ogenblik minder gaan doen of minder goed functioneren, dat je dan psychisch ook wel, wel, wel uh, vatbaarder bent en, en meer emotioneel bent. Maar omgekeerd ook, op het moment dat je je dan in je darm goed voelt, dat je zegt van, oh nu kan ik bij wijze van spreken de hele wereld aan. Het is altijd zo een, een, een hele zoektocht om, om, om daar een, een evenwicht in te proberen te vinden. Christophe, jij als jonge gast, mag ik wel zeggen, heb jij dat evenwicht al gevonden of ben je nog steeds onstuimig? Ik nog zoekende. Ja, nog zoekende. Uh, en ik denk dat het ook een proces wat continu aangepast wordt. Zoals Geert zegt, van, als, je, als je goede dagen hebt, dan the sky is de sky the limit en men kan overal naartoe en men heeft geen beperking. Maar het gat met de slechte dagen wordt enkel maar groter en groter op dat moment. Dus de balans is inderdaad juist onder je niveau van op een goede dag te kunnen blijven. En dat is heel erg moeilijk. Zeker als je jong bent, wil je toch nog altijd ervoor gaan en dan denk je alleen maar aan de mogelijkheden en niet aan de beperkingen. Dus af en toe nog eens goed over die grens gaan, met alle gevolgen van die dan. Ja, soms neem je dat er gewoon bij. Hè. Dan, dan zeg je bewust van oké, okay, we gaan het er vandaag over en dan wat er morgen komt zien we dat wel. Maar ik begrijp voor plakketermijn is dat geen goede instellingen moet je toch proberen om ergens een balans erin te krijgen die moeilijk te vinden is, in mijn geval.